Ik kom hier gewoon even een shit ton aan armen stelen. Ja, alhoewel. We hebben nog wel ammo, dus waarschijnlijk waren dat we wat kleinere. Ja, of ja, zo groot ze niet konden raken. Of niet konden dode dingen kapot maken, hoe heet het? Kapot maken, ja. Dat wil je zeggen hoor, mag wel. Ik heb hier even tering veel spul gepakt, maar 30k iron. Prima. Inventory. En dan als laatste, Gatling turret even wat bijvullen. Zie je? Dat ben jij. Ja. In zijn werk dus niet goed heeft gedaan, dus gewoon fucking ingeslagen. Sorry. En ook nog eens mij heeft neergehaald. Ja, en ook nog eens jou heeft neergehaald inderdaad, ja. De ASO's. Motherfucker. Betalen we ze niet voor? Ja, precies. Daar geven we ze geen ammo voor. Om jou neer te halen. Maar ja, misschien stiekem wel. Nah. Wie weet. Ik heb hem gewoon zo ingesteld, expres. Weet jij veel? Oké. Yes. Zo. Zo, en dan mag je weer zo'n hoekje in. Jemmig. 25 small tubes per stuk. Het is duur! Zeg ik, dat ding is best duur. Daarom was zo'n welding ship ook zo handig. Hè? Daar kon je gewoon alles in mikken en dan was het gewoon welden met die handel. En aangezien het toch het plafond was. Kon dat mooi, maar ja, aangezien jij het welding ship weer kapot moest maken. Zie jouw turret? Dus dat nou een keer mijn turret dan? Weet ik veel. Jij host de server. Dat klopt. Omdat jouw internet gewoon zo slecht is dat het gewoon niet mogelijk is om dat te doen. Dat maakt niet uit. Idee. Oh, dat is wel een factor die meespeelt dan. Dat sowieso. Ik kan het ontkennen, maar het is wel zo. Ik hou niet van dit spel. Ja, in principe kunnen we ook jouw internet blamen. Ja, misschien. Eigenlijk. Het is gewoon de fout van... Ja. Van die ene, je weet wel. In ieder geval verder met het dak. Ik heb zeggen, ziet dit was vet uit. Oeh. Beneden, naar voren. Beneden. Voren. Beneden. Is dat ook? Voor, beneden, voor, beneden. Oh, dat kan natuurlijk niet. Doog. Beneden, naar voren, beneden. Oh, nee, oh, ja. Voor, beneden, voor, beneden. Oh, spreken naar voren, dat is niet de bedoeling. Lukt het? Energy, low. Ja hoor, gaat prima. Nee. Ik heb dank is eigenlijk bijna af nu, zeg maar. Bovenal alleen is nog die dakplaten af te maken. En dan hebben we een volwaardig space station. Ik heb hier de dakplaten al redelijk ver af. Iron ik nog heb. Oh, nog zat. Hoppakee. Even, oh jee. Kan het volledig welden. Oh, zo met die meteor storms. Nou, dat komt best vaak. Gemiddeld zo'n 2 maal per aflevering.
Ja, tenminste 1 of 2 keer, ja. De dagelijkse dosis meteor storms. Dat is alleen niet dagelijks. Yo, video. Jee, ik heb 1 dak af. Yeah. Nou, de rest nog. Nog 4 te gaan. Ik weet dat die glitch was, ik zie het nu weer. Die meteoriet, die explosie blijft gewoon opnieuw laden voor mij. Mij niet. Ja, deze hebben nogal interior plates zo nodig. Fuck. Gelukkig hebben we net alle construction components laten weggaan. Yay. Ja. Hè? Spel. Zes. Niet genoeg. Oh, dat is op zo'n fancy. Cool. Heb je nog steel plates? Ja. Nice. Inventory is vol. Vol? Ja, van de assembler. Blijkbaar. Oh. Ah, hier. Ding. Al dat zo. Ik heb een berichtje. Berichtje? Ja, een berichtje op mijn mobiel hoor ik net. Het klinkt altijd zo mooi in mijn video's. Hey, kijk nou eens. De small cargo container is ook vol. Ja? Yeah. Alright. Looking sharp. Nou, ik moet zeggen, dit ziet er wel goed uit. Oh, wacht, er moet een heel stuk nog geweld worden, ja. Oeps. Misschien mijn schuld. Oké. Welkom bij Welding Simulator 2014. En? Mooie lampjes. Nog plaats voor? De laatste hoekje. Oh jee, nog meer verhelden hier zo. En nu heb ik nog genoeg plaats. Het enige probleem is, hoe kom ik nu buiten... Oh, hier. Je dak. Oh, interior plates zijn niet eens nodig. Niet per se. Nee, construction components zijn per se nodig. Ja, maar zitten er nog 1800 in dat ding. Of zo. Of die heb ik in mijn inventory nu, maar... Oké. Nee, wacht. Er zitten 1800 in het ding en ik heb er nog 800 zelf. Dan hebben we 2000 van die dingen. Oeh. Cool. The base of operations. Auw, dat was dom. Ding in je hand. Weet je dat de mal droog uitziet? Let op. Ja, dat en dan zeg maar.
En dan hier, dan zijn er weer renners. Die was echt gewoon super lomp gewoon. Moet je eens facepalmen met dat ding in je hand. Bam. Het ziet er echt niet uit als je met dat ding rondloopt. Hey, hier komt fuck you! GTA's. Ik vind een beetje... Wat? Wat gebeurt er? Ik weet niet, ik ging opeens dood. Echt? Lol. Ik wilde net zeggen, ik vind het een beetje GTA-stijl als je rondrijdt met zo'n ding dan. Gewoon instant kill. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, ik ging dat wel dan deze kant van het schip. Kan ik mijn lijk wegminen? Nee. En je lijk looten? Ja, dat heb ik al wel moeten doen, anders kan ik al mijn spul kwijt. En ik weet niet of jij weer opnieuw 800 construction components wil zitten maken, maar... Dat kost mij geen geld. Metal grids en op zitten er nog in. Volgens mij hebben we alles geweld. We missen alleen nog een dak. En nog even verven zometeen. Dat kan zometeen wel. Dat kan wel als verrassing voor de volgende aflevering. Precies. Ik heb gewoon niet genoeg plek in mijn inventory, maar alles zit vol. Zal ik anders alle spullen uit onze oude basis even ophalen? Waar wil je het gaan dumpen dan? Nou, een cargo container. Die zit vol. Vol met wat? Ja, met zooi. Hoe de fuck heb je die fucking in zo'n cargo container gevuld met zooi? Nou ja, 1800 construction components. Helemaal niet vol joh, zit nog hier, volume. 3000 van de 15.000, 150.000. Dus, tegen mij zit het niet vol. Helemaal niet. Dat kan niet. Daarom staat ook maar één kleine, niet meerdere grote. Wat de hel? Ik kon ze net niet... Wat de... Oké, sure. Nu lijkt het weer gek. Wow, wat? Dat was ik. Hey, we have problem, denk ik. Wat dan? Oh shit, what the fuck, what the fuck? Wat? Oh! Zit jij in het schip? Ja. Ik kan niet stoppen met draaien. Hij houdt niet op. Stop it. En die turret is weer going wild trouwens. Hij ging weer misschien. Oh, pas op voor mij. Oké. Okay. Ja, ik kan niks. Ik draai alleen maar. Nu gaat hij weer goed. De gyroscope is incomplete. Oh, ik kom eraan. Fix the gyroscope, please. Waar is de gyroscope? Oh, daar. I don't know. Can't stop turning. Ik heb een motor nodig. Nee, haal een motor op snel. Waar is het platform? Uit. Daar. Hebben we nog motoren? Zou gewoon eerst die turrets weghalen. Wat de fuck is met die turrets aan de hand dan? Ik heb geen idee, maar ik vind ze een beetje gevaarlijk. Wat zei ik nodig? Motors. En dan maak ik ook wat computers voor de zekerheid. En... Oh, ik ga wel zo zitten, want anders worden mensen dan misselijk ook nog. Ik doe de power wel even uit. Ja, die turrets, weet ik niet hoor. Die hebben dat op mij gemunt ofzo. Ah, daar ben je. Ik zie nog steeds jou een... massa middelpunt. Help, please. Draai niet zo dan. Au. Ja. Oh. Oké. Je kan nu weer normaal doen als het gaat. Oh. Oh. Thank you. Heeft wel wat meer schade trouwens, maar. Ja, no shit. Dat komt omdat het in één keer helemaal volledig apeshit ging. Oop. Oké.
Mij zijn de conveyors niet helemaal goed meer en zo. Zet hem even onder, onder onze station neer, hoor. Ja, dat zou ik ook doen. Misschien moeten we het hele platform maar gewoon weghalen dan. Wel. Misschien. Ah, prima joh. 360 eventjes onze mining ship en dan plant ik hem eventjes op de onderkant. Zit er iets in dit ding? Vast niet. Refinery 2, nee, niks. Oké, okay, volgens mij ben ik gecrashed. Dat zijn 1100 nieuwe steel plates opeens. Wauw. Oh, en daar gingen de steel plates. Hoezo? Mijn inventory zit blijkbaar vol. Maar ik heb er bijna 1000 van de 1100, wat dat betreft. Hé, hey, maar what the fuck? Oh. Daar vloog iets over me heen. Echt, jij hebt echt een probleem. Deze turret heeft een probleem. Waarom, ja, die schoot ook op mij. Waarom gaat hij op mij schieten? Target moving objects off. Target missiles off. Use conveyor system off. What the fuck? Owner nobody. Nou, waarom schiet hij op ons dan? Maar één Gatling turret is van jou. Oh. Oké. Okay. Pijnbaar. Dat één turret is van Bering Game. Daar kan ik ook niks mee doen. Eén turret die aimt als een mal naar beneden. Dat zal die van mij wel zijn. Zeg eens die leeg. Beetje een moroltje, zeg maar. Auw. Nee, ik loot deze cargo container al. Oh, en nu is hij owner nobody, gaat hij verschieten. Wauw. Moeten we nog even een beacon op ons ding plaatsen, trouwens. Nou, dan pakken we deze beacon hier weg. En... ja, precies, plaatsen die gewoon naar. Het lijkt wel een beetje op zo'n totem ding van Dead Space, vind ik. Een beacon. Ja, niet zegt. Oh, daar gaan een hele hoop components. Hoezo? Weet je, die zwaartekracht die we hier hebben, hè? Is niet de meest... Niet de meest handige opstelling, zeker. Nou ja, je breekt zo'n ding en alles schiet opzij, zeg maar. Dat is zeg maar een beetje... Ja, je moet ook gewoon niet meer... Je moet ook niet eerst je inventory volstoppen en dan zo'n ding slopen. Ik had mijn inventory ook helemaal leeg. Had je gesloten aan zo'n beacon? Ja. Waar zou ik die beacon dumpen? Weet je, ergens. Hier kan die wel mooi. Even hier is er een. Oh, oh. 5% AP, nice. Your health is critical. Ah, fuck, het is ook echt zo'n... Oké. Ook gigantisch hoeveel het zooi wat weg is nu, omdat die fucking radio communication components fucking zwaar zijn volgens mij. Ja, klopt. Dus nou, ik heb nodig 20 construction components. Ik ga het een stukje per beetje doen, want anders dan onthoud ik het niet. Nee, niet 2. Die 2. 18. Ah. Zo. Achtenveertig smelt tubes. Oh, is het alleen een car container? Ja, nog meer. Jezus, man. Hé, hey, hoeveel van die fucking plates heb je wel niet gemaakt, joh? Welke? Steel? Die plates. Die zaten er al in. Ik heb dat op mijn niets gedaan. Die dat ik me kan herinneren in ieder geval. Mal veel plates. Oh, we hebben meer large steel tubes nodig. Rits. Dan maken we dat maar even. Hoeveel precies? 19. Ruimte voor wat meer. Hey, nog 1500 steel plates. 14 radio communication dingen. Silicon Wafer, hebben we die in de... Of hier? Ja, blijkbaar. Hebben we nog Silicon Wafer in de... Hier, daar zo? Ja, toch? I don't know.
Pak wel ook alles uit de refineries en zo halen dan. Denk het. Kunnen die ook wel de turrets. Kunnen die ook weghalen en gewoon dit hele platform. In theorie zou die ook weg kunnen halen, maar. Maar oh. Is de cargo container nou leeg? Ja. Nom ik in de cargo container. We hebben nog geen inventory. Oh, zat. Zal ik dan ook maar de reactor meenemen van deze kant? Veel hè, 100 reactor components. Ik zal wel een beetje helpen dan, anders. Oké, okay, mijn mes is bijna vol. Mijn is nog niet. Oké. Okay. En nog wat van de medical bay, denk ik. Dacht ik zo, hoeveel heb ik nog? Oh, 2000. Ja, dan is ik wel vol. I'm full. Als je vol zit, maar niet meer gaan slopen, hè? Ik kan dit nog. We hebben toch maximaal 4000 kilo, toch? 40.000. 4000. Ik heb nu 4100 massa. Oké. Okay. Huh? I don't know. Oh, het gaat om liter, blijkbaar. Wat? Huh? Oké, okay, sure. Zolang ik meer mee kan nemen, neem ik meer mee. Ja, precies. Een gegeven paard moet je niet in de bek krijgen. Die. Wat medical components alvast. Oh ja, het gaat wel om volume. Toch wel, hè? Wat is dit? Is dit een... Oké, okay, sure. Sure, oké. Okay. Je hoort mij niet klaar. Dit is alleen maar meer. Ligt er nog wel. Ondertussen nog iets dat ik hier iets mee kan. Oh, dat ging bijna 20.000 uranium, man. Dat moeten we niet kwijt, inderdaad. Ik had ik de meeste van uranium al weggehaald, trouwens. Heb je die refinery trouwens leeg gestolen al, of? Nee. Die refinery en assembler moeten nog leeg. Oké, want dan... Want we hebben nog geen silicon hier zo, en ik denk wel van, dat moeten we wel hebben. Ja, maar gewoon zoveel mogelijk zo in mee steeds. Dat we alles overplaatsen. Wat geinig eigenlijk, hè? Dat we de relativatie van boven, zeg maar, gewoon veranderen eerst straks. Wist je dat hier bovenop ook een beacon stond? Waar boven? Bovenop de refinery? Nee. What the fuck? Ja, what the fuck indeed. Zie hoe ik sta. Nee, kan ik even niet zien. Ik zie mijn knie omhoog komen steeds. Wat? Oké. Okay. What the fuck? Dit ziet er This niet uit. Game. Helemaal top. Hoppakee, 74 uranium. Doe weer omhoog. Kom naar jou toe. Oh ja, een beacon inderdaad. Zie hoe ik zit. What the fuck? Hoezo val jij er? Ik heb geen idee. Oh, mijn jetpack stond off. Ik val. Oh, auw. Oké, duwde me. Cool. Maar als hier de beacon leeg, nou, assembler nog. Beacon zit. Oké, de assembler is bijna leeg. Dus we hadden eigenlijk al een beacon, dus. Blijkbaar. We hadden er niet nog eentje hoeven te maken, oké. Okay. En niemand van jullie zegt het ook even in de reacties ofzo. Echt, hè? Gewoon, oh ja, laat die jongens maar lekker een beacon is, maken. Is het al in de video geweest, eigenlijk? Ja, volgens mij wel. Weet ik veel, tegen de tijd dat ze alle video's hebben gezien wel. Ja, dan sowieso... Ja, stel dat je... asociale... Ja. We hebben het nergens pestkoppen. Oh, jullie hebben al een beacon. Nee. Jee, beacon. Hoi, beacon. Ja. Ik heb hier trouwens silicon. Mooi. Ja, dat heb ik nu niet meer nodig. Oh, oké. Okay. Ja, het is er. Dan weet je dat een. Hoi, punt beacon. Ja, die naam fix ik later wel. Oké, hier de small cargo container hebben we nu al 45.000 van de 156.000. Dus we hebben nog op zich best wel veel ruimte. Op zich zijn de small cargo container, naar mijn mening, zit er te veel in.
Ja, yeah, op zich wel. Ik vind het een beetje overpowered. Meer in de zin van... dat het helemaal geen nut heeft om nou large te gaan bouwen. Nee, als je kijkt of we er nu weer kwijt kunnen. Precies, daarom. En aangezien zo'n large is voor mij nog een stuk duurder ook dan twee kleintjes. Ja. Laat ik even een tube nemen. En neem jij de rest even mee van de... ik was het vol alweer. Refinery. Boop. En... Zo. Assembler heb ik nu ook. Maar ik denk dat, dat dit alweer het einde is van de aflevering. En dat wij nog eventjes de rest van het ding gaan demonteren off camera. En dan zien wij jullie de volgende aflevering weer. Ja, lijkt me goed. En dan is... Wow, shit. En dan is dit allemaal weg. Dat was een mooi knallend einde. Ja, ik zag, dat is dit allemaal weg. En dan is het ruimtestation geveiligd. Ja. Dus bij deze wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een like achter als je het leuk vond. Abonneer als je niet geabonneerd bent. Check ook even Matthias zijn kanaal. En die van Martijn natuurlijk ook, als je bij mij zit. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Ga ik snel zitten, dan ga ik dood. Doei. En ik ben gestopt.